sociale media? Hallo. Ik ben hier niet zo actief, zo soort. Om 9 uur val ik stil, hè. Het is een zot, jongen, zo vroeg. I'ma just do you good, so we can press the arts. It's been a long day, you work. Mag de reverb af, alsjeblieft? Of toch zo goed als af? Give it up. Don't need to cross the ocean, we got time for romance. Goed, hè? Right. Goed luisteren. Even audio checken en dan beeld doen. Girls, willen jullie even bij mij komen staan en dan kunnen we zien tot waar we mogen komen? Ja, zo perfect. Ja, dat is echt mini-beweging. Ja. En dan zouden ze in de bridge nog een keer weggaan, toch? Ja. En dan nog eens terugkomen. Sorry, we maken er wel een videoclip van. Nee, ja. We dachten, dat is hier, we gaan daar gebruik van maken. Ja. Mag ik dat eens zien? Ja. Want je voelt wel veel van onder. Ik vind dat vaak niet zo flatterend voor mij. Je ziet niets van de choreo eigenlijk, dus dat is een beetje spijtig. Het ging een beetje minder plafond, een beetje meer benen. Oké. Okay. Top, van doen zo. Oké. Okay. Hoe gaat het met je? Goed. Je gaat iets doen dat we in de luxe niet veel doen. Wat ga je doen? Nee, ik heb 2 danseressen bij. Oeh. Cool. Ja, ik dacht... Ja. Ik ben nu al toch al een paar keer naar M&M geweest en ik wil toch niet altijd hetzelfde doen. Dus echt, we gaan eens iets speciaals doen. Oké. Okay. Press pause. Dit is Laura Tesoro live op M&M. Let's go. Press pause. Speeding like Jaguars. Yay! Yes. Thanks! Ik ben opgestaan om 5 uur. Ik vind dat altijd jammer dat er zomaar 3 koffiekoeken zijn. 3 koffiekoeken zijn, hè. En zoveel broodjes. En dan maar 1 goeie en dan eet de cameraman die op zich. Ja, dat is waar. Nu ben ik dus aan het filmen, hè. Is dat goed of niet? Nee. Ik ga dan een keer gaan kakken. Ieder zijn ochtendritueel. Tesoro, jij bent niet bang van het coronavirus, dat ten eerste. Ik vind wel dat we ons er bewust van moeten zijn, gewoon om het niet verder te verspreiden, maar ik vind niet dat we in paniek moeten slaan. Maar ben je druk bezig momenteel? Op vlak van muziek zijn we vooral nu een clubtour in elkaar aan het steken. En ja, het wordt wel een volledig nieuwe show, dus het gaat wel met choreo's en alles erop en eraan zijn. Oh, ik weet nog van toen uw plaat uitkwam, dat jij zo heel een tijd mee alles wilde beslissen van die plaat. Dat jij zo echt, er mocht niks de deur uitgaan of jij zei van ja of ja, nee. Dat is dat met je clubtour ook zo? Zit jij ook heel een tijd zo alles te beslissen? Ja, I'm on top of it. Ja. Maar ik vind dat ook gewoon leuk om daarmee bezig te zijn. En dat maakt het dan eens zo leuk, eens dat alles af is en alles op zijn plaats valt en samenvalt. En dan denk je, alright, we made it. En ja, dat is gewoon leuk om daar zelf zo mee bezig te zijn. Jij gaat zo meteen naar de studio. Veel succes. En wij zijn alvast benieuwd naar hoe Press Pause live gaat klinken. Thank you. Cue Music. We gaan een liedje zingen, hè? Op Cue Music. Press Pause. Speeding like Jaguars. Press pause. And baby, we give it all. Don't need no better roses, just a touch of your hands. Don't need to cross the ocean, we got time for romance. Press pause. Speeding like Jaguars. Press pause. And baby, we give it all. Press pause, spin like Jaguars. Heavy on your heart, thoughts on your mind, someone else's. Playing a part that the jury won't stop their defenses. Words you don't understand.
heart, thoughts in your mind, someone else. Ik ben vandaag eigenlijk een beetje te gast in Louis zijn de show voor de RTBF. Dat is zo de Wallonse TV. Hoe zeg je dat? De TV in Wallonië. Dat is wel trouwens de eerste keer dat ik op de TV kom in Wallonië, dus dat is best wel cool. Een klein beetje de grens over. It's just the voices in your head. Just the voices in your head. You have to teach me something in French to say when I come on stage. What do you want to say? I don't know. Maybe I can say thanks for having me, but then in French. Merci de me recevoir. Merci de me recevoir. Exactly. Merci de me recevoir. Yeah. Ik ga daarbij over thuis. Als een souvenir. Zijn er weer zo dicht op mijn hoofd aan het voelen, dan kan ik hier wat verder staan. Ik ga jullie een keer meenemen in de glamorous backstage hier in Brussel. De eerstvolgende stop is Le Toilet. Check this! Even pipieke doen. En handen wassen. Hier is er. Het niveau van de blog daalt die laatste keer. Maar het is wel wat een toch footage te kort. Alles is gecanceld voor maart, dus ja. Nee, sleutel is niet voor de vlogger. Alleen stel je niet voor de diary. Was het dan voorlopig? Want alles wat je net hebt gezien is opgenomen voor de lockdown in België. Ondertussen is alles uit mijn agenda gehaald. Evenementen, etc. zijn gecanceld. Dus ik blijf voorlopig veilig in mijn kot. Stay safe, zorg voor elkaar en hopelijk tot heel snel.